Hallo, Live hallo mensen. Ik ben ook live. van Spelletjes SB. Met SB. En ik ben hier Inclusief. met Milan en studieontwijkend gedrag. Je kunt hem niet zien, hij is er wel. Ik doe even mijn deur dicht. Ik doe de deur dicht. We gaan Mario Party 7 spelen. The one and only. The one and the only. It is time. Dus. Gaan we door? Ja. Dat is wel een hype moment, dat is wel hype. Bran? Waarom Bran? What the frick? Bran heeft alle save data. Always happens when Bran zit aan de Mario Party 7. Precies. Cruisen, want we gaan een party doen. Cruising through the partying. Zeker. Welcome to the party cruise. Party cruise? Let's go. Oké, hoef mij niet te vertellen hoe ik moet spelen hoor. Welke gaan we doen? Dat is een goede vraag. Oh shit. Ik ken deze mappen niet goed genoeg. Van 4 en 6 ken ik ze een beetje, maar van deze game. Nou, bij deze ging je rage quitten omdat ik toen op een gegeven moment 20 sterren voor stond. Oh, maar dat was met die chomps. Ja. Dit is die Dat Pagoda leuk. Peak. Met dat leuke liedje helemaal naar boven. En dat je dan 10, 20, 30 of 40 coins moet betalen voor een ster. Oh, dat is zo. Dit is Oh, weet ik. Ja. gewoon Star Chaser, zeg maar. Oké, dat is Dit is beter. met drie kisten. Dat je er in een Oh. kist of een ster of een bom of muntjes kan zitten. Oké, voor En extra gok. dit is Dat de is de windmolen. Monopoly one. Ja, Ja? de Nederlandbaan, zeg maar. Ja? En dit is Bowser's Enchanted Inferno. Maar die ken ik ook niet zo goed. Dan doen we die toch. Ja? Ja, doen we die? Risk it for the biscuit? We bisken het. Ik hou wel van een biscuitje. Dus, weet je, ik ga niet moeilijk doen daarover. Ik ga Luigi, oh, ik bedoel Roberto. Roberto? Natuurlijk. Maar. Ken je dat niet? Dat is van de meme. Was ooit een keer iemand bij, weet ik het, Oh ja, miljonairs. En die ja. zei, die Dat kreeg de was bij vraag. Miljoenenjacht, was dat. Oh, dat was het. Ja, Hoe toen heet de was het zo broer van van. Mario? Ja, hoe heet dit figuur? Toen was het Roberto. Ja. Oké. Oh, nee. Nou ja. Ik hoop dat Wacht, alles wacht, wacht. werkt. Oh, kut. Even opnieuw, hoor. Je moet even Luigi opnieuw kiezen. Oh, ik moet Luigi opnieuw kiezen. Roberto bedoel ik. Nee. Dat is prima. Oké. Let's go. Waarom sta jij trouwens niet bij mijn Twitch dat je live bent? Dat weet ik niet, ik ben toch echt live. Nee, oké. Nee, dan is het goed. Zolang je maar zeker weet dat het goed zit, dan vind ik het ook prima, joh. Dan vind ik het helemaal prima. Let's go. We cruisen. Met not snoezen. Nee, zeker niet. Het is wel spannend, want deze baan ken ik volgens mij, hebben we oprecht nog nooit gespeeld, volgens mij. Ja, één keertje denk ik. Oh, oké. Ik kan hem niet herinneren. Wil No, je. I hate talking. Wat? Doe maar eigenlijk maar. Oh, I hate Oh, er talking. wordt nu al vals gespeeld. Ben je Paddy toevallig? Nee. Ja. Ah, meestal win je toch, dus boeien. Dat is waar. Als ik nu win, dan ga je me zo hard beschuldigen dat ik vals speel, sowieso. Dat klopt. Maar boeien. I don't care, ik ben hier voor een good time, not a win time. En je bent ook niet voor de salt time? Nee, dat kan niet. Bowser Jr. Of, oh ja, Koopa Kid is het, hè? Koopa Kid. Nee, hier is Bowser Jr. Oh, oké, gelukkig. Koopa Kid en Bowser Jr. zijn ook twee verschillende personages, zeg maar. Oh. Crazy moment. Dit is map, hè? Oh ja, dit is. Ja, dit is wel risky. Hoeveel heb je nog? Want. Hoeveel moet ik nog? Oké, dit is verwacht. Oh, dit is minder verwacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Moet 6. Kom je op Bowser Jr.? Die voel ik iets minder, weet je? Eerlijk gezegd. Ja, die voel ik iets minder. Maar ben ik wel bij de ster. Maar ja, als ik dan niet... I'm not risking it to getting the biscuit in. You don't like biscuits? Jawel. Maar even kijken... Ja, dan gaan we zo. Sowieso dat iemand anders nu de ster pakt... die niet op een Bowser Jr. vakje komt. Maar boeien ruurt, zeggen ze dan. Dat zeggen ze wel eens, ja. Oh nee, dan is boeien ruurding. Oh ja. We praten bijna hoe Engels werkt. Ja, sorry. Ik heb het zo... Ik ben een beetje afgekikt. Ja, dat merkte ik al toen ik in de call kwam van de week. Toen dacht ik, waarom is Sandring niet Engels, Inc? Ja, crazy. Komt allemaal december wel weer terug. Dat denk ik ook. La bomba. Die. Oké. Toadette? Ja, maar dat ben ik niet. Oké, wij moeten... I like to move it. Zeker, want wij moeten de bomen ontwijken. Ik hoop dat ik Julian ben vandaag, man. Ik hoop dat ik Julian ben. Wat? King Julian? Nou, wij moeten... I like to move it. Wow. Dat is toch van King Julian? Dat ben ik gek aan het worden. Oh, dit is wel gevaarlijk eng, eigenlijk. Allemaal kaboomings. Ja. Ik hou niet van kaboomings. Kaboom. Kaboom. Ja. Nou, ik neem eventjes voor het goede. Voor het echie. Goeie. Echie. Waarom kan ik gewoon in dit hoekje blijven en gebeurt me niks? Omdat jij Mario speler bent? Au. Heb ik gewonnen. Dit was wel echt puur door jou. Ja. Hoe gaat het met de studie? Lees de titel. Ontwijking. De gedrag. Studie. Gedrag. In ieder geval. Sander verpest het bijna. Ja, ik verpest het wel echt bijna. Ik had het gevoel dat ik jou tegen de prikkels aanduwde. Een beetje. Oh. Au. Partly my fault. Ja, nee, dat geeft niet, weet je. Ik waardeer dat je je best probeert te doen. Bowser's Revolution, weet ik. Oh, het is wel echt Koopa Kid, je hebt gelijk. De wheel of who? Wat gaat er gebeuren? Coinswap? Nee! Nee, please, geen coinswap. Ja, het is coinswap. Zo mijn best gedaan, hè, bij die vorige minigame. Dit is wat je voor terugkrijgt. God, Jezus. God en Jezus, holy shit. Ja, dat is een mix van God en Jezus. En Jezus. Wow, jij bent ook zo smarty pants. Ik zie het. Ik heb hem zelfs aan. Swap the position. Laat maar met Toadette. Oh, open. Niet dat ik hier kom. Maat. Waarom kom ik nou weer precies? Ik word genaaid. Maar weet je, dat maakt niet uit. Door het systeem. Een keer genaaid. Dat vond ik grappig. Ja, ik ben ook wel grappig soms. Nee. Oh, weer tegen Toadette. Hotse vlot. Fucking, wij gaan haar helemaal kapot maken. Ik haat haar. Een paar. Balunaties. Oh ja, deze is wel kut. Oh, wij moeten haar fucken. Ja, we moeten haar naar beneden skieding. Aim and firing. I can aiming and I can firing. Dat is Engels voor. Ik kan aimen en vuren. Want aim is een Nederlands woord. Oké, ik kan niet aimen en ik kan ook niet vuren, merk ik. Ah, vuren lukt wel trouwens. Het aimen is meer een probleem. Fucking klote Toadette. Hey Toadette, kun je niet zo kutten? Kun je even doodgaan als je wilt? Sad. Sad Toadette. Weet je nog, ik vroeg of ze dood wilde gaan? Ze deed het niet. Nou, wat een. In ieder geval niet mijn kat en ook niet buurman. Want ze deed het niet. Precies. Ja, nu ben ik fucked.
1. Toilet gaan we hem toch pakken. Dat is 4 keer zoveel, holy damn. Oh. Jezus. Kan ik nog minder coins krijgen, alsjeblieft? Kan ik nog minder coins krijgen, trouwens? Ben jij toevallig zo'n Reggie Gigas? Want je hebt een slow start. Ja, of ik ben zo slacking, want I do be slacking met mijn true hand. Ja. Ja. Ja, echt iedereen is daar al voorbij, dat scheelt. Ik denk dat jij er nog op dichtbij staat. Ja, trouwens. Dat denk ik ook. Nice, dat gun ik je. Ah, dat is leaving. Dan liever jij dan Toadette. Precies. Iedereen mag winnen behalve Toadette. En Daisy. Dat is dus alweer de helft. Maar, main coins. Uh-oh. Super duper super. What? Duper. Ja, die. We hebben Rusty maar niet uitgenodigd, want anders dan hadden we weer verloren. Ja, en terecht. Interacting, zoals in Hadden we wel kunnen doen trouwens, brengen we nu naar Abbott. Ja. Ja, dat was kut. Ik weet niet of die tijd dat anders... Ja. Hé, hey, we zijn samen, u. Oh, cute. Cute. Zeer cute. Oké, wat moeten we eigenlijk doen? Gewoon fire, hè? We moeten de spinnen fire, alleen we moeten uitkijken dat we elkaar niet fire. Oké, gaan we dan ook dood of stunnen we elkaar dan? Nou, dan stunnen we. Ja, dat is ook kut eigenlijk. Ik deed wel alsof het niet heel kut was, maar het was wel heel kut eigenlijk. Oh, zo'n web is ook... Oké, zo'n web is bad. Oh, je moet meerdere keren. Oké. Okay, die grotere wel, ja. Oh. Dan wil ik eerst die grotere. Oh, kut, ik stun jou. Nee. Dat was not de bedoeling. Volgens mij lopen we zo dik voor. Nou. Oh, ik ben aan nu het aanstemmen, joh. Oh. Hij is woest. Hij is woest, zie die rode oogjes. Oh, kut. Oké, dit was ik die aan het kutten was, sorry. Nou, oh, we did it. We hebben gewend. Het lukte. Oh, die anderen hadden nog niet eens rode oogjes, joh. Nee, we waren echt heel ver. Ze hebben vast een PlayStation 5, want het zijn loser boys. Kabooming. Hey. Of loser girls in dit geval. Trouwens, zie ik niet. Wat is heel klein? Loser girls. Ja, mijn chat is heel klein. Ah. Bijna niet te lezen, maar boeien. De enige die wat gezegd heeft is Sound Alerts en Simon. Oftewel, geen belang. Nee. Wow. Ja, ik wil wel de orb shop. Ik kan toch niks van leven, dus. Have sale? Hij krijgt weer sale. It will lose, maar dan geeft het niet aan mij. Ja, dat is kut. Nee. Ik vind dit eigenlijk allemaal kut. Ik doe het niet. Ik vind dit allemaal kut. Ja, dat was een mooi time met de music. Zeker, man. Wacht. Nog te gaan we. Ja, wacht. Blauw. Je hebt nog 7 stappen, hè? 4, 5, 6, 7, ja. Komt op blauw. Kom ik op zo'n blauw one. And I like the blue. Because I'm blue. Er staan widders van zo'n liedje. Oh, is dat van zo'n liedje? Ja, ik dacht dat het van zo'n podcast. Oh, ik was laatst, met een vriend, liep ik over de markt en daar verkochten ze stroopwafels. En ik rook de stroopwafels. Dus ik zei voor de grap, oh, ik ruik ze wel, maar ik zie ze niet. Dat is toch van dat liedje? En we paasten zeg maar die stroopwafelmarkt dus. En die guy zegt, nou, eigenlijk is dat dus... Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Dat was echt cringe. Het was niet cringe geweest, als hij gewoon... Niks had gezegd, maar hij moest het cringe maken, echt. Fuck boomers, man. Fuck boomers. Oké, boomer. Maar... Dit was wel echt een boomer. En deed pijn. Toevallig nog op het station geweest laatst. Ja. En nog water getapt.
Ja, het doet het weer. Nice, hein? Pokepummeling, let's go! Pokepummel? Oh, dat is deze! Oh, ik weet hoe deze werkt. Het is niet, hoef je helemaal niks. Ik weet toch hoe die werkt. Ik ga even goed voor zitten, hoor. Ik ga even goed voor zitten. Ik wil dus winnen, trouwens. Ik wil winnen. Oh, ik ga slecht. Ik ga slecht. Op mij, kut. Yeah. Oh, jij hebt gewonnen. Oké, dat mag. Ik dacht al, ik ga slecht. Had je door dat ik dat dacht? Of, Nee. Oh, vertel eens wat je dacht. Ik dacht dus dat ik heel slecht ging eigenlijk. Oh, wat maar ik denk, ik zal het niet hardop zeggen, weet je wel. Oeh, de wet grouping. De wet grouping met zijn ring. Ik ben er weer. Ja. Ik moet zo eventjes, eventjes een pauze. Kut, sorry. Nou. Dus. Ja, ik ga die kant op. Fuck it. Ik haal de ster toch niet, dus dan kan ik beter dit doen, denk ik. Alright. To that? Ja, ze kan hem niet kopen. Oh, ze kan hem niet kopen. Dat is fijn. Loser girl. Zeker loser girl. Loser girling, hè, in het Engels. Oh ja, dat was het. Ja. Maar je bent echt een beetje verleerd, toch? Wat zeg je? Je bent echt een beetje Engels verleerd, toch? Ik niet. Jij. Oh, oké. Nee, ik dacht dat je zei, oh, zo zat het. Dat je een beetje vergeten was hoe het werkte, maar. Sandra, is dat één stapje voor jou? Je moet zo meteen de minigame winnen. Nee, want ik heb al 20, hè? Oh, je hoeft zo de minigame niet te winnen. Dat is wel fijn. Nee, niet. Oh! Nee, niet pakken, please. Niet pakken. Kibooming! Oké, ik pak hem. Je had ook op nee kunnen drukken, hè? Oh, was dat een optie? Oh. Ja, dat was wel een optie. Maar ik snap het hoor, dat is zo'n hidden optie. Ja. Was dat een hidden optie? Net als een hidden blok. Nee, niet weer dat jij hem... Oké. Ja, net zoals een hidden blok. Een mic? Hebben we mic minigames aanstaan? Denk het wel. Dat is cringe. Maar ik heb maar 3 coins. Dat is cringe. Ah, je moet dit doen. Ja. Ik kan niet kiezen van ik wil het niet. Dat is wel sad moment. Zeker, man. Nou. Oh, en ik krijg nog 5 ook voor 3 coins. Nee, dit wordt hartstikke fijn. Ah, maar volgens mij is dit wel... Want je hoeft niet echt iets te zeggen, toch? Nee. Dus dat scheelt. Ah. Oeh, but you did a great job. You tried so hard and got so far. But at the end, it does it didn't matter. Even matter. Setting that it didn't matter. Yo, volgens mij, als je dus zo'n lijn hebt, hè. Volgens mij zit jij dan hier en ik hier. Want wij zijn op één lijn. Ja, you'll see, King. Trouwens, all the grinding, wat me dus heel erg verbaast, hè? Ik ben de monotype, die volg ik. En wat me dus heel erg verbaast is dat elke keer als jij een battle verliest, dat je in plaats van dat je voor die XP gaat, dat je dan gewoon zegt nee, ik restart the game. En dan heb je geen XP en dan doe je de battle 50 keer, zeg maar. Omdat je anders al dingen kwijt bent. Al je items. Items. Oké. Okay. Fair enough. En monies ook, zeg maar. Ja. Zeker in de Elite 4. Ja, als je eenmaal zo ver bent, dan moet je niet voor de XP gaan. Want dan kan ik het nooit meer aan, omdat ik geen poses heb. Ja, dan zou je eerst moeten proberen om zonder items te doen, zeg maar. Ja, precies. Maar dat kan geen zin.
Wat? Hoe werkt dit? Hoe word je, zeg maar, niet door de bijtje? Ja, je moet ducken met A, alleen op tijd. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb echt gefaald deze. Ik ben, het was het eerst aan de beurt, ik ga dan eventjes eruit tussenuit piepen. Oh. Zo van piep piep, en dan ben ik zo weer terug, denk ik. Frying is darting. Ja, sorry. Soms het gaat happen, weet je. Het was ook impuls om ineens te gaan live, dus. Ja. Dat is waar. Dus dan is het wel te verwachten, zeg maar. Oh! Oh, deze hebben we wel eens gedaan, ja, nu je het zegt. Wow. Volgens mij. Moest je er niet uit piepen? Ja, ik doe mijn turn nog. En dan ondertussen kun jij dan namelijk een stukje spelen. Dat en dan ga ik piepen. Yes. Maar niet te hard. Anders horen jullie dat straks op cam. Dat vind ik. Dat willen we niet. Oké, okay, ik ga piep piep. Doei doei, piep piep. Maat. Oké. Kan ze weer niet kopen? Wat een loser. Oh, klepto. What the fuck? Oeh, zeer poch. Zeer poch om precies te zijn. Dan moet ik alleen niet zo heel veel. Nee, die gaan we niet gebruiken. Niet zoveel gooien. Dat is te veel, denk ik. Ja, net te veel. Heel zuur. Zet. They see me rolling. Monies voor Daisy. Nu zien we welke minigame we gaan doen. Maar nu moeten we even wachten op de Zandering. Om precies te zijn. Flash, fright, flight, fright, flight, fright. Tot dit is weer alleen, wat fuck? Hupsesset. Ta-da-da-da-da-da. One player tries to shine flashlight on the other tree while they attempt to run and hide. Controls 1, Toadette, move. Controls 2, Luigi, Drybus and Daisy, move. If you're being chased, then run around to Shy Guy statues to keep the opponent guessing.
Goed, we gaan even Pokémon Go spelen, boys and girls. Dan moet je zo'n Pokéball gooien. Kijk, ik zie de Swablu. Hier gaan we vangen. Kijk, een Binary. Guess who's back? It is Sandring! Sandring! Ja, sorry. Dus, wat is er allemaal gebeurd? Minigamepjes hier. Je staat vlak voor de ster. De ster is verplaatst vlak voor jou. Eindelijk. Flashlight. Leuk. move. Oké, I like to move it. Move it. Wat? Hoe lachte je? Ik zeg, ja, weet ik niet. Flashlight, leuk. Ik vind dat leuk in mijn minigame, bedoel ik natuurlijk. Ja, het is Flash Fright. Oh. Oh, dom. Ja, soms lees je het verkeerd, hè. Soms lees je het verkeerd. Gebeurt de overbeste. De... Hey, nee! Toadette is een vuile... paddenstoel. Wow. In Minecraft. Dat heb ik geleerd. Als je iemand beledigt, moet je gewoon altijd zeggen in Minecraft. Oké. Zo werkt Twitch. Dan kunnen ze je niet pakken. Ja. Ja. Oké. Hi, mapping? Oh ja, dat is wel dichtbij, ja. Alleen op, deze is ook in de buurt. Ja, je gaat het halen zo. Lekkering. Mag ik dan lekkering in de chat? Nee. Nee? Oké. Nou, maar dat geeft niet, weet je. Ik geniet alsnog van de... Goed. Van de ster. Ook zonder de lekkering, ik genieting van de staring. Oh, jij bent nog... Goed, in Engels nog. Ja. Sommige mensen zeggen ook wel starring, maar dat is dus eigenlijk een ander woord, hè. Ja. Want dat is dus van... Dat je ergens aan meedoet. Nou, starring, starring. Ja, echt zo'n pro-ing. Hoe doet hij het? Nee, Toadette, doe nou niet. Toadette heeft nou niet met dat vuur. Oh, nee, dat is niet genoeg geld. Dat is waar.
Dat is waar. Kabloem. We zitten wel weer samen. Ja. Het voelt als een team tag battle. Zoals het hoort. Oh, wie zal ze aanvallen? Luigi. Ik denk... Oh, wat? Ik dacht dat ze altijd gingen voor... Voor de number one. We are number one. Pum. Nee, ze gaan voor degene die ze kunnen inhalen. Maar ze kunnen jou niet inhalen, want zij kan niet voor een ster gaan. Oké, fish and chips. Tap Swim. Dat vind ik wel een funny naam. Ja, fish and chips. Oké, let's go. Oh, ik moet natuurlijk nu op start drukken. Ja. Tap. Ik neem aan dat ze bedoelen repeatedly, zeg maar. Ja, je kan gewoon tap en zwemmen. Gewoon als je snelheid wil maken. Je hoeft niet het uit te halen, zeg maar. Dat is niet belangrijk. Je moet alleen ontwijken, hè. Oh, joh. Ja. Kut Daisy. Kut Daisy. Daisy. Je bent echt fucking lul. They see me swimming. Maar volgens mij... Oh ja, je kon natuurlijk haar coins winnen. Op zich, damage is minimaal. Oh! Oh, we gaan... Oh, de helft van je coins, maar je hebt geen coins. Ik vind het ook leuk dat we dat aan het einde van de battle pas weten, zeg maar. Ik dacht gewoon voor een x-aantal coins. Nu ben ik blij dat er geen sterren... Battery Ram. Wow. Battery Ram? Is een Charger Bug hier in de house? Of... Oh, deze is super kut. Gelukkig zijn we niet met de PC, maar met elkaar, dat scheelt. Dat is waar. Want jij kan wel normaal doen. De PC niet. Ik ook niet, maar dat terzijde. Ga jij maar daarin? Ja? Ja. Jij gaat dan in het hoekje lopen, juist. In het hoekje. Nice. En dan nu naar mij toe. Ja. We moeten die kant op, dus als jij doorloopt... Moet ik nu naar boven, hè? Ja. Ik vind de controls toch een beetje apart, maar oké, weet je. Ja, ik ook. Dat is... Kun je een bocht maken? Nee, dat kan niet. Nee, dat werkt niet. Dus... De controls zijn niet ideaal. Nee, dat is zeker waar. Zijn ze verder dan wij zijn? Zijn ze verder dan dat wij zijn? Oh, nee, je moet er daarin, ja. Dan moet ik naar boven. Nee, terug naar beneden. Okay. Naar beneden. Naar beneden. Nee, jij moet naar beneden. Jij moet naar beneden. Hoe ga ik naar beneden? Ja, zo. Zo. Oké. Oh, ze zijn er. Frick. Sorry, ik was echt aan het kutten op een gegeven moment. Ja, maar de besturing is gewoon super kut. Want ik heb niet het gevoel dat hij luistert naar wat ik doe, zeg maar. Nee, ik dacht eerst ook van hij ging naar beneden. Dus toen ging ik alle knoppen indrukken, zeg maar. Om maar naar beneden te gaan. En toen ging die alsnog niet. Maar goed, weet je. Kan gebeuren. Poep gebeurt, zegt ze dan in het Nederlands. Of zoals ze in het Engels zeggen. Pooping, gebeurding. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar de ster is, maar boeien. Die kant op. Alleen Toadette had een nu-coping. Toadette, doe nou niet! Dat is haar coping mechanism. Coping mechanism. Oh, je grapjas. Heb je die lolboek aan? Ik dacht dat je de smarty pants al aan had. Ja, maar ik heb een hybride. Oké, een hybride. Ja, dat kan ook natuurlijk. That's far away. That's right. Maar voor jou niet. Voor Toadette ook niet. Fuck. Ja, maar ze heeft geen monies. Dit is al de derde keer dat ze bij de ster komt zonder dat ze monies heeft. Dat is een loser girl. Echt een loser girl. Volgens mij is zij een PlayStation 5. Ik wou het net zeggen. Ik wou het net zeggen. Oh ja, jij hebt ook geen monies. Oh, doe maar Bowser's Revolution. Ja, dat mag wel. Oh, dit is heel orb, dat mag ook wel. Want ik had geen orb. Ik had een hele goede orb, ik ben boos. Heb je orb weer terug? Nee, want ik had een groene. Ah, shit. Oh, die heeft zij nou. En die gaat ze ook gebruiken. Man, een vieze, vuile Daisy.
Oh, Sander. Gestikt, hè? In Minecraft. Ja? Mm-hmm. Wat? In Minecraft. Ja, wordt het, Mario Wonder is echt een aanrader. Maar mijn geld. Ja, geld is een illusie, nee. Ja, maar ik wil... Die RPG lijkt me dus ook heel leuk. En ik denk dat ik die leuker vind dan Wonder, eerlijk gezegd. Ja? Oké. Ja. Ik weet niet of ik de RPG ga halen. En of als ik hem ga halen, of ik hem meteen ga halen. Misschien ook niet meteen. Maat, wat een onzin. Ik wil mijn geld terug. Voor deze emulator. Nee, OE als een stem. Maat. Ik had het ook niet moeten zeggen. Sorry, dit was mijn fout. Ze heeft niet gewonnen, hoeven we niet te kijken. Oh! Oh, loser! Dat is wel goed gemaakt dat we niet hoeven te kijken. Oh, dat is inderdaad heel goed gemaakt. 4 versus 4 versus 4 versus 4? Ja. Contagious. Battle Royale is dit, volgens mij. Oh, Contagious. Ja. Dit is een loser game. Deze zou zomaar uit kunnen komen op de PlayStation 5. Ja, dat denk ik ook. Oh, ik krijg een coin. Woehoe. Oh, ik krijg nog een coin. Woehoe. Kun je dit überhaupt timen of? Nee. Nee, dat dacht ik. Auw. We gaan voor de gewoon zoveel mogelijk monies. Nice. 15 monies voor Milaning. Ik dacht in het begin dat je kon timen, anders had ik gewoon aangespamd. Maar weet je, ik ben blij met 11. Het is geen 15, maar... Het is wel 11. Het is wel 11, precies. Weet je, 11 is prima. Soms. Maar even over onze fantastische, couvette, coole stream die eraan gaat komen, hè? Je komt dus wel. Ik kom sowieso donderdag. Oké, nice. Heb je ook al enig idee hoe laat ongeveer? Nee, want ik heb mogelijk afronding van een vak dan. Dus... Dat is een Engels leenwoord, hè? Afronding. Ja, afronding, ja. Nee, ik heb dan mogelijk dus een afronding dus van een vak. Dus dat is eventjes... misschien dat het dan is. Misschien is het een week eerder, zeg maar. Oké. Dat hoop ik. Maar... Dus ja, dus dat is eventjes een dingetje. Oké, en hoe heet het als die afronding wel is? Hoe laat ben je er dan, denk je? Dat verschilt. En dan moeten we ingepland worden. En dan ligt het maar net aan wanneer ik word ingepland. Oké. Maar het is wel gunstig dat mijn achternaam met een B begint. Dat zou kunnen betekenen, als het op achternaam doen, zou ik als eerste kunnen zijn. Okay. Maar ja, de vraag is of ze dat doen, want soms gaan ze ook expres andersom. Of doen ze het op een hele andere volgorde. Ja, je weet het niet, je weet het. Maar in principe heb ik daar heel weinig inspraak over, dus dat is wel jammer. Hoeveel coins heb ik? Ik heb wel wat. Maar in principe, als ik... Zeg maar niet hoeft te komen, dan zorg ik dat ik er rond waarschijnlijk rond 2 uur of zo ben, als dat voor jou mogelijk is. Ja, voor mij mag je er zelf eerder zijn, hoor. Ik kan kijken. Ik doe het 2 uurtjes reizen. Ja, ik kan ook wel rond 1 uur of zo komen. Nou, we kijken niet al. Maar ik vind het wel fijn dat je niet. Of ik vind het in ieder geval leuk dat je komt. Ja. Ik hoop ook echt dat... Ik word gebeld. Ja. Shit. Ik doe heel eventjes op mijn mic op stil, ja? Ga jij lekker opnemen? Engels één woord. Nee, grapje. Dat is geen Engels één woord. Het is wel een Engels woord. Nee. Ik hoop niet dat ze me al meeleiden. Dan moet je straks lachen. Terwijl die super serieus gesprekje heeft. Oh, frick. Het heeft gewonnen. Maar dat wou ik helemaal niet. Flauw. Oeh, iedereen tegen mij. Easy pickings. Eigenlijk is het easy in pickings. Oh, dus met zo'n pickhouwheel. Ik snap de joking. Snap jij ook de joking? Doe dan een blauw duimpje omhoog.
Dus. Oh. Ja. Dus. The gaming is on. Ja, ja. Oh, ik ga volgend weekend ga ik eindelijk voor het eerst in mijn leven naar een concert van mijn favoriete band. Ik ben zo hyped, hè. Ik ben zo hyped. Nou, ik moet zeggen, ik heb niet echt heel veel tijd om hyped te zijn, zeg maar. Maar als ik eraan denk, denk ik wel. Nice. Nice. Hyping moment, ding. Trouwens, had ik... ik weet niet of ik het ooit al gezegd had, maar ik heb de Detective Pikachu game binnen, trouwens. Die heb ik ooit gewonnen op de radio. Ooit. Alsof het jaren terug is. Nee, die had ik een paar weken geleden gewonnen. En toen was het ineens van... Oh, we got him. Toen was ik zo van... You meaning it? You meaning it? En toen zeiden we... Ja. Ja. Toen zou ik gewoon voor de jokes... Van... dat er maar iets op beeld gebeurt... Ga ik eventjes... Een shiny Totodile fixen. Ik ga even een shiny Totodile fixen, weet je. Ik bedoel, Milan is het toch niet. Boeien. Kan ik wel even gauw zo'n shiny Totodile fixen. Dat gaan we even doen. Dat zou echt fucking geniaal zijn. Als het nu zou gebeuren, trouwens. Waarschijnlijk gaat het niet nu gebeuren. Maar ja, je weet het niet. Je weet het niet. Ja, je moet toch iets te doen hebben, dus... Ja. Kijk, dit is dus als je impulsief gaat streamen, dan zijn er allemaal mensen die niet weten dat je gaat streamen. En dan is het zo van, ja, kut. Dan word ik weggeroepen, Milan wordt gebeld. And that's life. That's life. That's what all the people say. No. Shut down in me. Ik weet het liedje niet precies. Ik weet wel dat het van Frankie Boy is. Van Frankie Boy. Volgens mij is dat net helemaal goed in beeld. Zo, nu wel. Oeh, dat is geen shiny. Pip. Wel lekkere music. Lekkering musicing. Lekkering musicing. How loving lekkering musicing. Dus. Ik heb verder niet zoveel te vertellen. Ik maak niet zoveel mee. Je maakt dingen mee. Het is het deel song van Jimmy Neutron. Dat was van Jimmy Neutron. Trouwens. Dat was van Jimmy Neutron. Voor de mensen die dat niet wisten, het was van Jimmy Neutron. Recht naar de maan. Hier komt Jimmy aan. Ben benieuwd wat hij nu gaat beleven. Woef! Tijd een slim idee. Hij maakt dingen mee. En Milan is terug. Jee. Ik was Flokkert. Oh, jij was Flokkert! Nog wat staan te beven. Oké, we going beginning. Het kan zijn dat ik straks terug word gebeld, maar dan merk je vanzelf wel. Ik weet niet wat we moeten doen eigenlijk. Oh, je moet al die hartjes ofzo. Hacking. Je moet gewoon hak in je trainingspark, toch? Ja. Ja, maar ik vind dat jij eigenlijk niet... Dat jij vals hebt gespeeld. Want Luigi heeft zijn trainingspark nog niet eens aan. Oh, ja, fair enough. Nou, je gaat toch winnen, dus... Lijkt het op, tot nu toe. Fuck. Oh, fuck! Gelijkingspelling. Gelijkingspelling? Spelling is een woord. Stropdas kwam er in beeld, zag je dat? Ja, ik zag het. Freak.
Nee, maar wist je dat spelling dus zo'n Engels leenwoord is? Ja, dat wist ik. Ik ben zo'n Engels master. Ik zou het niet doen, je hebt geen genoeg geld. Without being harmed. Ja, maar dan krijg je ook niet de rest. Fuck it. Zo moet je gewoon fucking in je thing. Wat gebeurt er nou? Ik doe net als de winging. Nice. Ah, I'm itting. Net als de winging. Winging itting. Ja, precies, jij snapping. Oh, je krijgt ook geld van die oors, dat vergeet ik altijd. Bakken met geld. Hey, kan zij weer geld verdienen? Winnen. Ja, dus ze kan die 5 coins verdubbelen. Ja, dat vind ik eng. Ze gaat 1 coin verdubbelen. Oeh, nee. Please, oh, please verlies. Loser girl. Oh, ze heeft verloren. Nee, als ze nu had gewonnen, dan had ze basically de game gewonnen, zeg maar. Mm-hmm. 1 coin verdubbelen is wel echt, dat is echt gevaarlijk, man. Over cruisen gesproken vind ik dat echt gevaarlijk. Licking. Oh. Licking. Ja. 1. Dat is geen 1. 2. Maat. Dat is 2. Sander en ik zitten weer bij elkaar. Ja, dat vinden wij leuk. Cardinal Rule. Ik heb geen idee wat dat spelletje is. Oh, Cardinal Rule. Oké. Wat? We moeten ground pounden op de juiste afbeelding. Sander, wanneer komt World of Steam nou? Weet ik het. Frick. Bia. Kut! Oh, wij zijn geniding. Au. Oké, gelukkig. We kunnen nog winnen. Frick. Ja. Wij zijn echt de beste. Wij zijn aan het kippen, joh. We zijn aan het kippen. Serieus. Ja. Oh, nee! Wat was dat? Daar werd ik heel hard genaaid. Oh, wacht. Ik telde wel. Oh, nee, ik had hem aan deze kant. Oh, ik dacht wel. Ik werd daar wel heel hard genaaid. Werd overigens keihard geskipcarried. Geskipcarried?